Midden jaren 80 vestigden zich oers in Nederland. Met een spanwijdte van bijna 2 meter en een gewicht van ongeveer 3 kilo zijn het de grootste uilen van Europa. De eerste oers zaten in het zuiden van Limburg en waren vermoedelijk afkomstig van succesvolle herintroductieprojecten in de buurlanden. Een paardje dat vanaf 1997 in de Enzigroef in Maastricht broedde, kreeg landelijke bekendheid toen de richel waar het verbleef dreigde te verdwijnen. Uiteindelijk kregen de uilen hun bescherming en de vogelaars een uitkijkpunt. Intussen is de oehoestand in Nederland stevig gegroeid. In 2019 zaten er naar schatting 39 tot 42 broedparen in ons land. Met dank aan Sovon voor het gebruik van de cijfers. Het is onderzoeker Geo Wassink die de oehoes en hun ontwikkeling in Nederland jarenlang heeft gevolgd. De soort broedt intussen in Brabant, in Gelderland, zoals deze bij Winterswijk, in Overijssel, Zuid-Holland en ook naar verluid een paar in Noord-Holland. Dat oehoes ook in boomnesten kunnen broeden, draagt natuurlijk veel bij aan het succes van deze grote uilensoort.